Welkom bij weer een nieuwe aflevering van VVD-TV. Integer en eerlijk. Met naast mij Floris Stex Jan de Wit. En Alex Jan-Willem Boudewijn Ploeg. Voordat we doorgaan, eerst even een woord voor ons sponsor. Dierenhoofden, koop ze! Goed, dan beginnen we even met de administratie. Want, Alex-Jan, wij hebben een klein hoogtepuntje te vieren. Oh, vertel. Het aantal dagen dat er geen VVD'er is opgestapt is 33. Je lult. Nee. Geen schandalen, niks. Zero. Mag ik jou eventjes de hand schudden? Zeker. Gefeliciteerd. Jij ook. Champagne. Wat is dit voor zure meuk, man? Ik hoop een champagne. Denk ik achterlijk ben of zo. Wel, move. Ja, tieftop. Clubactiviteiten. Waar zijn onze leden zo mee bezig? Ja, we hebben weer heel veel mooie foto's gekregen. Leuke plaatjes. Deze bijvoorbeeld, van Fredje Teven. Zo! Fred tot de rest van de dag vrij. Die boom is zeker geplant door GroenLinks. Halbe Zijlstra stuurde ons ook nog een aardige foto. Oh. Is dat de Giro? Ja, houdt hij gewoon even de moulin uit de wind. Wat een alleskunner. Ja. Halbe, hartstikke leuk. Blijf ons op de hoogte houden van je avonturen. Jeugd, we kregen nog een heel leuk plaatje toegestuurd van onze Groningse vrienden van Vindicat. Ja, die schrijven, we zijn weer helemaal klaar voor de ontgroening. Leuk jongens, pak ze aan, hè? Geef die veter van Jetje. Memo's. We hebben nog een paar memo's die onze aandacht verdienen. Afschaffen van het minimumloon. Privatiseren van het drinkwater. Oeh. Opheffen van het UWV. Favorietje van mij, verlagen van de vennootschapsbelasting. Bye. Schaliegasboringen in het Groene Hart. En de laatste, bonussen voor de CEO van Shell. Zo, ook weer meer gedeeld. Gaan we nog even naar onze sponsor. Bootjes. Koop ze. Goed, en dan nu kijkersvragen. Ja, en de eerste komt van een clubgenootje van me. Goeie pik, Emiel Ro Guzman. Dag gasten. Gek verhaal. Ik heb de dochter van de burgemeester gehackt. Lekker hertje. Een paar geile foto's gevonden. Wat zeggen jullie? Delen of wissen als een of andere slappe zak? Nee toch? Even serieus. Ik ben toch geen homo? Klinkt als een goede gast. Ja, het is een mooie baas. Maar luister, Emiel Ro, even serieus. Het is 2018. Bescherm je gegevens. Absoluut. Het geldt voor iedereen. Zorg dat ze niet bij je gehackte foto's kunnen, want ze pakken je. Dan kregen we nog een vraagje van Herman Jan Ottenstein. Otti! Hi, ik heb een vraagje. Ik woon hier vlakbij een sociale werkplaats. En daar werken mensen met een vrij laag IQ, paupers. En die werken daar gratis terecht. Ik zou daar zo graag een dagje naartoe gaan om ze keihard uit te lachen. Nu is mijn vraag, zou Mark Rutte ervoor openstaan om dit één dag samen met mij te doen? Herman Jan, dit vonden wij een hele mooie vraag. Ja, en daarom gaan we hem niet zelf beantwoorden, maar vroegen het aan de man himself. Ja, wij vroegen Mark, zou jij met Ottenstein paupers willen uitlachen? Ja, lijkt me leuk. Nog nooit gedaan. Lijkt me ook heel spannend. Dus stuur je gegevens door en dan gaan we kijken of dat een keer te organiseren is. Ja, super gaaf. Ja, dit was VVD-TV. Wij zien jullie heel graag volgende week weer.